Het is vandaag precies 39 jaar geleden dat 15 prominente Surinamers hun dood hebben gevonden op 8 december 1982. In dat kader vond vanmorgen een herdenking plaats en werden er kransen gelegd in het Fort Zeelandia. De stichting 8 december bracht als gebruikelijk een bloemenhulde bij het Nationaal Monument Bastion Veere, 8 december 1982. Het monument staat op de plek waar de 15 mannen zijn doodgeschoten. Sunil Umrao Singh, voorzitter van de stichting 8 december 1982, is iedereen dankbaar die op welke wijze dan ook de strijd van deze prominente Surinamers heeft voorgezet. Een strijd voor herdemocratisering, voor herstel van de rechtsstaat, voor onze vrijheid en bovenal voor vervolging en berechting van de daders. De talloze manifestaties, publicaties en herdenkingen die deze strijd levend hielden, hebben gediend als constante bron van kracht en inspiratie voor alle onderdrukten tijdens de militaire dictatuur in de 80er jaren. De 15 helden die uit hun huis midden in de nacht ontvoerd werden en weer leven hier op deze plek tot een noodlottig einde kwam, hebben een onuitwisbare bijdrage geleverd aan het fundament in de eeuwige strijd voor democratie en mensenrechten. Een emotionele Umrao Singh stond ook stil bij de slachtingen van Moyowana in november 1986 en een jaar later in 1987 te Bokkigrong. Oud-president Ronald Finetjaan vond de volgende boodschap na al die jaren heel gepast. Laat de last niet drukken op je tijdgenoten alleen. De kinderen en kleinkinderen die in december 82 samen met hun ouders standrechtelijk veroordeeld zijn. Zij om voor altijd op de eerste lijn te leven als de directe nabestaanden van de slachtoffers van de decembermoorden. Wend je niet af, ambt, docent, student, man, vrouw, wanneer gevraagd wordt of je weet wie Bram Beer was en wat er met hem is gebeurd, wanneer en waar en waarom. Durf te vertellen hoe zijn biologische sporen vertrokken zijn op het erf, op de gangen in de lokalen van de AMS. Wend je niet af, U.S. docent, student, man, vrouw, wanneer je gevraagd wordt of je weet. De Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede heeft besloten om de slachtoffers in een televisieprogramma te herdenken. Het televisieprogramma van de OGV omvat een terugblik op de 8 decembermoorden, op eerdere herdenkingen en op het verloop van het 8 december strafproces.